De krijgsraad heeft de heer Boutersen veroordeeld tot 20 jaar vanwege het medeplegen van de 15 moorden op 8 december 1982 in het Fortunlandia. Bent u verrast met het vonnis? Als ik zo naar de krijgsraad luister, ben ik helemaal niet verrast. Waarom? Er zijn opzettelijk getuigenverklaringen van mensen genegeerd. Van Haperen legt de verklaring af, die wordt genegeerd. Meneer Venox legt de verklaring af, die wordt genegeerd. Meneer Granoes legt de verklaring af, die wordt genegeerd. De krijgsraad heeft gewerkt met tientallen verklaringen die expliciet en eenduidig en consequent de heer Boutersen hebben aangewezen als degene die op 8 december, toen de mensen vermoord werden, in het fort aanwezig was en daar de leiding had. Daar zijn handenvol getuigen van. Dus daar heeft de krijgsraad terecht mee gewerkt. En dat er getuigen bij zijn die misschien minder betrouwbaar zijn, of getuigen die in het voordeel van de heer Boutersen gepleit hebben, maar door de krijgsraad niet betrouwbaar worden geacht, dat kan. Daar heeft de heer Kanhai dan waarschijnlijk gelijk in. Want inderdaad, bepaalde getuigenverklaringen zijn niet meegenomen. Maar dat zijn nou net die getuigenverklaringen die wat mij betreft door de krijgsraad dus als niet betrouwbaar zijn beschouwd en dus niet zijn meegenomen. Is het een politiek vonnis? Dat was vanaf het begin al aan zo. Dat weet u net zo goed als ik. Daarom hebben die Nederlanders hun dingen ook bewaard voor 60 jaar. Die Nederlanders weten precies wat er is gebeurd in 1982. Niemand weet wat er is gebeurd. Weet u nu wat er is gebeurd in 1982? We weten het toch niet? Het vonnis, hoe dik was hij nou eigenlijk? Is het 100 pagina's, 20 pagina's? Meer dan 100 pagina's, ik schat 120 pagina's. Waarom was dat zo dik? Nou, nogmaals, omdat de krijgsraad zeer gemotiveerd heeft waarom ze tot deze uitspraak komt. En ik denk dat dat belangrijk is, omdat het niet alleen maar gaat om het eindresultaat, de veroordeling, maar het gaat vooral om de motivering. Geen enkele rechter wil dat je een vonnis wijst en dat dat vonnis dan in hoger beroep vernietigd wordt. De krijgsraad heeft er wat mij betreft alles aan gedaan om het vonnis zodanig te motiveren dat het staat als een huis en dat het dus ook in de toekomst niet teniet gedaan zal kunnen worden. Is er ook gevangenneming gelast? Mag hij opgehaald worden? Nee, ik heb niet begrepen dat er gevangenneming gelast is. Dus ik neem aan dat zolang er nog rechtsmiddelen openstaan, dat we zeggen de komende 2 weken kan hij in verzet gaan of hoger beroep aantekenen. Ik weet niet wat hij doet. Dat in ieder geval gedurende die periode gevangenneming niet aan de orde is. Nou, dat is dat de verdachte op vrije voeten blijft totdat het beroep is afgehandeld. En dat kan nog even 10 jaren duren. De gemiddelde wachttijd voor een hoger beroep voor mensen die in de gevangenis zijn, dat is de gemiddelde wachttijd in Suriname is 6 jaar. We hebben met dit proces zijn we al 14 jaar bezig. En nu moeten we nog in beroep gaan. Eerst in verzet en daarna nog in beroep. Dus we zijn de komende 20 jaar nog zoet. Nog iets aan toe te... Zeker nog 10 jaar. Heeft u nog iets aan toe te voegen? Nee hoor. Ik heb alleen mijn tijdje te verdoen vandaag. In ieder geval, op dit moment staat vast dat de Surinaamse krijgsraad de heer Desi Boutersen heeft veroordeeld voor het medeplegen van moord. En dat is wat nu overeind staat. En ja, als het nog 10 jaar moet duren om zijn onschuld te gaan bewijzen, als hij meent dat hij onschuldig is, dan mag hij dat. Dat is wat dat betreft het recht die iedere veroordeelde heeft. Maar we praten nou dus niet meer over de verdachte Boutersen. Maar we praten nu over de wegens moord veroordeelde Boutersen. Het maakt niet uit dat hij president is. Het is jammer dat hij president van dit land is. Jammer voor dit land natuurlijk.